Als we naar de nieuwe situatie van Blauw te gaan kijken, dan zijn we ook heel druk bezig geweest om de waarom-vragen te gaan beantwoorden. Ja, waarom zijn wij hier? Waarom stap ik 's ochtends uit mijn bed om bij Blauw te gaan werken? Waarom doen we de dingen zoals we doen? En met die vraag zijn we heel druk aan de gang gegaan. En we hebben in ieder geval gekeken naar hoe je dat het beste zou kunnen beantwoorden. En we hebben in ieder geval van gevonden, voor de oplossing van morgen moet je anders durven denken. En daarmee brengt de klant je ons verrassend verder. Dat is eigenlijk het motto waarin wij op dit moment werken. Daar hebben we een brandhouse voor gemaakt met merkwaarden daarin. En vanuit die optiek proberen wij onze strategie te volgen. Wij zijn ongeveer de oudste ontwikkelaar van Nederland. We zijn in 1616 als entiteit opgericht. Toen met de Blauwe de Veemes zijn we eigenlijk begonnen in de VOC-tijd in Amsterdam. En in de geschiedenis hoor je dan de hele tijd niets. En vervolgens is er een pakhoed en dergelijke. En daar zijn wij uit ontstaan vanuit het pensioenfonds. Vanuit het pensioenfonds is projectontwikkeling uiteindelijk voortgevloeid. 52 jaar geleden is Eurowoning opgericht. En dat is in de begin 90 jaren samengegaan tot Blauwe Eurowoningen, waaronder we nu zeg maar acteren. Als Blauwhoed hebben we natuurlijk al dingen meegemaakt in die lange tijd dat wij actief zijn in projectontwikkeling. En media 2007 zagen in ieder geval onze aandeelhouders al aankomen wat er nu allemaal gebeurd is, zeker nog aan het gebeuren staat. En wij hebben dan ook uiteindelijk onze maatregelen vanaf medio 2007 uitgezet, waarbij we eind 2007 het bedrijf hebben hergefinancierd. En begin 2008, toen ik hier werkzaam werd, zijn we druk bezig geweest met het kijken hoe het bedrijf zijn positioneringen verder kon bekrachtigen in een constant veranderende omgeving, veranderende wereld die steeds sneller verandert. Nou, wat de afgelopen jaren natuurlijk is gebeurd, is dat de klant natuurlijk steeds meer het voor het zeggen heeft gekregen en het veel meer naar een vragensmarkt is gegaan. Als we kijken naar het vastlopen van de woningmarkt op dit moment, denk ik dat wel de grootste oorzaak is natuurlijk één, het consumentenvertrouwen als ik puur sec naar woningbouw gaat kijken. Maar twee is natuurlijk ook de financierbaarheid van woningen op dit moment. Vertrouwen is compleet weggevaagd. Banen werden onzeker, politiek blijft achter, worden geen besluiten genomen en dat draagt allemaal bij de onzekerheid van de consument. En daarmee zie je ook zeg maar, dat de consument vaak ook niet durft. De crisis heeft voor Blauwhoed in die zin de afgelopen 4-5 jaar heel veel betekend. Wij hebben in ieder geval voor gekozen om heel snel compact en flexibel te worden. Het is natuurlijk een hele turbulente tijd. En dan moet je ook flexibel weten te organiseren. En we hebben daar ook heel snel een kostenreductieprogramma overheen gegooid. Waarbij we heel zorgvuldig zeg maar, naar de competenties van de mensen hebben gekeken ten opzichte van de positionering van het bedrijf. Uiteindelijk heel veel mensen ons bedrijf hebben moeten verlaten. Puur om de visie vast te houden die we graag wilden hebben. Om vanuit die compactheid en die flexibiliteit te gaan acteren. En de markt te gaan volgen in de veranderingen die op dit moment gaande zijn. Die wat mij betreft eigenlijk met de dag sneller gaan. Als eerste hebben we daar de klant voor centraal gesteld. Dat was als eerste noodzakelijk. We zijn een antwoordgerichte organisatie hier geworden. Waarbij we snappen zeg maar, wat de DNA van die klant is. Zowel op commercieel vastgoedkantoren, winkels als op woningen. En vanuit die optiek hebben we ook het bedrijf aangepast. We hebben het bedrijf ontmanaged. We zijn bovenop de zaken zelf gaan zitten. Als directie zijn we zelf ook veel meer gaan doen. We zijn natuurlijk met minder mensen veel meer gaan doen. We hebben een Blauwhoed studio opgericht dat vanuit de conceptingkant kan denken, maar ook van de marketing en vanuit de verkoopkant kan denken. Puur sec, omdat wij zien dat de onafhankelijke ontwikkelaar zoals wij zijn en zoals wij willen blijven, zoals we eigenlijk al 400 jaar zijn. Vanuit die kracht daar voor ons de maximale toegevoegde waarde ligt in dat voortraject. En dat is een expliciete keuze geweest die we een aantal jaren geleden hebben genomen. En die hebben we ook omgezet zeg maar, naar een heel nieuw businessmodel. Waarbij wij veel sneller de realisator erbij gaan betrekken. Met die klant ook veel sneller om tafel gaan. Eigenlijk aan het begin af aan al de technologie proberen mee te nemen. Zoals BIM-systemen en dergelijke om communicatiemodellen naar bewoners op te zetten.
is dat mensen al in de visualisatie, in die belevingseconomie, waar we toch veel meer naartoe gaan, daar veel beter op kunnen acteren. En vanuit die voorkant het met de klanten gaan ontwikkelen. Nou, uiteindelijk, aan het einde van de productontwikkeling, is dan dat product ook echt helemaal afgestemd op de klant. En onderweg heeft de klant natuurlijk al bedacht, kan, wil en zal ik het gaan kopen. Dat is het traject dat we in hebben gezet en dat hebben we een aantal successen mee op dit moment. Dat betekent voor onze organisatie dat we andersoortige mensen hebben aangenomen. We zijn van het zenden naar het echte luisteren gegaan en het ontvangen. En vanuit het ontvangen zijn we naar het creëren gegaan. De totale verandering, waarbij als ik nu kijk ten opzichte van 2008 er eigenlijk een heel nieuw, compleet ander bedrijf staat. Wat ik ook niet vreemd vind, omdat natuurlijk de wereld buiten compleet is veranderd. Wij denken dat voor de onafhankelijke ontwikkelaar de beste en de grootste toegevoegde waarde ligt, is toch in de concepting, de marketing en de verkoopfase. En vanuit die optiek proberen we die klanten natuurlijk aan de voorkant al helemaal te binden. Nou, daar hebben we ook een aantal successen mee, waaronder één is bijvoorbeeld het project in Bleiswijk. Daar hebben een aantal kopers zich georganiseerd en aan ons gevraagd. Wij zouden graag met u willen gaan ontwikkelen. Nou, daar hebben we geen seconde over nagedacht. Het paste precies in het profiel wat wij graag willen zijn. En we zijn vervolgens met die kopers, met die aspirantkopers om tafel gegaan. En die hebben zich verenigd. Dat waren een aantal rond de 30 of 40. Er is een kopgroep uit ontstaan. En die is zeg maar voor de mensen in gaan staan. En met ons hebben die de ontwikkeling gedaan. En dat leidt nu zeg maar ongeveer een jaar later, waarbij we de gemeente hebben aangehaakt gekregen, we een aannemer aangehaakt hebben gekregen die ook door de kopers zijn uitgezocht, waar ze veel vertrouwen in hadden. We hebben een locatie aangewezen gekregen door de gemeente en we zijn over 2 maanden gaan we ongeveer in verkoop. Waarbij we nu ongeveer 70-80% reservering overeenkomsten hebben getekend. Nog mooier is dat de kopers voor die andere, nou zeg even 20-30%, nu zelf binnen hun geledingen, binnen de sportclubs, binnen de golfclubs, binnen de tennisclubs, aan het organiseren zijn om die 20-30% te vullen. Dus de mensen zelf in dat appartementgebouw die daar willen gaan wonen, zijn op dit moment zelf onze woning aan het verkopen. Nou ja, dat is denk ik het mooiste compliment wat je op dit moment kan krijgen. Mijn concurrentie zit juist in dat kleine soortige, dat ondernemerschapsoortige bedrijven. En minder in de grotere bedrijven om ons heen. Want die kleinere die hebben juist meer die flexibiliteit. Net even een andere intelligentie. Zijn misschien net even slimmer. Kunnen sneller acteren om dingen te ondernemen. Nou, dat ondernemerschap, daar ben ik constant op zoek in mijn organisatie. En dat probeer ik ook constant over te brengen met nieuwe ideeën. Met net even anders doen. Net even slimmer zijn. Als ik kijk naar mijn ketenpartners op dit moment, dan zie ik zeg maar dat middelgrote bedrijven waarmee wij samenwerken, waarbij vaak ook de DGA nog zelf aan tafel zit, wij veel sneller kunnen schakelen dan de grotere partijen. En de kracht zit hem nou juist daar om die slag met elkaar te maken. Vanuit die horizontaal of vanuit die verticaalheid waarin de bouw georganiseerd was, en zeker nog een beetje is, naar horizontaalheid moeten, zeg maar, waarbij dingen geïntegreerd gaan worden. En echt vanuit de complementariteit van partijen. Dus als wij kijken naar de acquisitie op dit moment, is dat veel vanuit één-op-één situatie. Een groot initiatief is eigenlijk de Kralingse Berg, zoals we dat in Rotterdam noemen. En dat is een overkluizing van de A20, waar we druk mee bezig zijn. Wat als een luchtballon begon, maar we uiteindelijk landingsrechten proberen te laten geven. Andere initiatieven zijn vanuit de buurteconomie, vanuit die sociale structuur goed na te denken op bepaalde locaties waar wat gerealiseerd kan worden. En dat gebeurt vaak vanuit een heel, ja, vaak hele kleine dingen die in zo'n buurt leven. Zoals we nu de project aan het doen zijn, gaat het heel fysiek vanuit de plek zelf om goed na te denken wat daar gerealiseerd kan worden. En ja, dat kunnen wij niet alleen, maar dat kunnen de mensen die daar wonen, zeker daar willen wonen, veel beter. En die proberen op een bepaalde manier te organiseren. Dat doen we via social media-achtige zaken, waar we heel actief zijn. Nou, op die manier proberen wij acquisitie te doen. En dat is natuurlijk heel anders dan vanuit de macht, zoals het vroeger was, vanuit de grondpositie denken. En de macht van de grondpositie is eigenlijk de onmacht van deze tijd geworden.
Gelukkig hebben we als Blauwhoed nooit veel of bijna geen grondposities ingenomen. En dat sterkt ook ons in de snelheid van veranderen. Om vanuit niet dat anker te hoeven denken, maar vanuit echt het initiatief de nieuwe acquisities te kunnen doen. De dienstverlening wat wij op dit moment aan het doen zijn voor de kopers die uiteindelijk onze producten moeten kopen. Dan is dat heel veel aandacht geven, heel goed luisteren wat de klant nou eigenlijk wil. Dat betekent natuurlijk ook iets voor onze mensen, dat ze zich op die manier moeten gaan instellen. Op die manier het gesprek moeten voeren. En dus ook veel moeten luisteren en veel minder moeten gaan zenden. Als ik kijk naar het consumentenvertrouwen, dan verwacht ik zelf, dan kijk ik meer naar de financiële markt. Dan denk ik zelf dat we de komende 2-3 jaar nog wel de banken in ieder geval heel druk bezig zijn om hun balansen in orde te brengen. Dat betekent dus dat ze minder hypotheken blijven uitgeven op dit moment. Dus de financierbaarheid blijft natuurlijk een lastig onderwerp. Als het consumentenvertrouwen 9 maanden aan één sluitend stijgt, dan weten wij dat we zwaar moeten gaan investeren. Want een half jaar of een jaar later kunnen we dan heel veel producten verkopen. Dat is in ieder geval onze ervaring. Als ik kijk naar Blauwhoed op dit moment, doen wij natuurlijk ook veel huurwoningen. We maken veel deals met beleggers. Institutionele beleggers, andersoortige beleggers, familiaire-achtige beleggers. Omdat de huurmarkt op dit moment natuurlijk gewoon heel erg goed is. Uiteindelijk, ja, als de klant wil huren, dan gaan wij als ontwikkelaar product ontwikkelen voor de huur. Zo simpel zitten wij erin. Als ik naar commercieel vastgoed kijk, doen we eigenlijk precies hetzelfde. Daar zijn we ook een samenwerking mee aangegaan, een strategische alliantie met een huisvestingsadviseur. En op dit moment zijn we daar acquisitie mee aan het plegen bij beleggers. Als ik kijk naar mijn ketenpartners die in de productie zitten, wij proberen ook zo snel mogelijk de realisator erbij te betrekken. Dat betekent ook dat hij dezelfde taal moet gaan spreken als wij aan het spreken zijn met de klant. Dezelfde taal moet spreken als de klant. Hetzelfde willen luisteren als wij aan het doen zijn. Want als je elkaar wil versterken, dan moet je natuurlijk wel als één gaan acteren. En dat betekent ook dus dat ook die realisator vanuit het klantdenken moet gaan georganiseerd gaan worden. En ook zijn systematiek moet gaan aanpassen om uiteindelijk tot realisatie te komen. Nou, dat kan natuurlijk ook met de nieuwe technologie, met BIM en dergelijke heel druk bezig zijn. Dat ook als communicatiemodellen gebruiken, maar dat uiteindelijk ook voor de realisator heel erg bijdraagt. In hoe je uiteindelijk je realisatie moet gaan organiseren. Zowel in de inkoop als naar de uiteindelijke realisatie toe. Als ik kijk naar een maatwerk wat wij op dit moment aan het leveren zijn, dan komt er heel veel terug in het product zelf. En dan moet je ook elkaar de hand vasthouden in de driehoek realisator, klant en ontwikkelaar. Om in ieder geval te organiseren wat je als verwachting hebt meegegeven. Dus ook voor ons als ontwikkelaar is het verwachtingmanagement in dit proces, in het co-creatieproces, van waanzinnig belang. Het is heel belangrijk om hetgeen wat je doet, wat je belooft, ook echt waar te maken. En daar heb je uiteindelijk die realisator voor nodig. En die realisatie moet zich daar ook maximaal op gaan aansluiten. Als ik naar grondkosten kijk, dan hebben we de afgelopen 5 jaar, zien we in ieder geval dat die grondmarkt natuurlijk helemaal stil ligt. Die grondprijs was ook echt geëxplodeerd door allerlei omstandigheden. Die moet ook echt lager, die moet ook echt afgewaardeerd gaan worden op punten waar het echt nodig is. Zonder afwaardering geen lucht en ruimte en licht om naar de toekomst te kijken wat mij betreft. En als ik naar de kosten van de aannemer ga kijken, dan is daar ook nog heel veel te winnen. Daar helpt onze nieuwe technologieën bij, waarbij wij eigenlijk als Blauwhoed het liefst eerst virtueel willen gaan bouwen. Vanuit die virtualiteit het echte bouwen willen gaan doen. En ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren wij heel veel in snelheid gaan ontwikkelen. In snelheid in bouwen bedoel ik dan ook. En daarmee ook in het ontwikkelproces. En daarmee kostreducties tot stand brengen. En daar ook vanuit ook die technologie heel veel faalkosten gaan verdwijnen. Waarbij dat allemaal tot een beter product leidt, tot een goedkoper product leidt en tot een product wat veel beter aansluit op de klant. Wat wij zien in de co-creatie processen die wij op dit moment aan het doen zijn, als ik naar mijn mensen kijk en als ik zie zeg maar, wat voor energie ze daarvan krijgen om echt met die consument aan de slag te zijn,
ja, is dat een van de mooie dingen die op dit moment door onze organisatie heen zien. We zijn heel veel dingen aan het leren, maar we krijgen er heel veel energie van. De passie komt los bij mensen, het ondernemerschap komt los bij mensen. En we laten ze ook vrij om dingen daarin te ondernemen. En vanuit die situatie zie je dus hele nieuwe, mooie, andere dingen ontstaan.